We gaan kijken naar het bedriegende, misleidende karakter van de fotografie. En daarvoor gaan we terug naar de bron van de fotografie, het ontstaan van fotografie. De tentoonstelling is gebaseerd op die opening speech, de lanceringsspeech van fotografie. Vanuit zijn speech hebben we drie elementen genomen. Het eerste element is, zegt van fotografie, dat kunnen we gebruiken om te kijken of er leven is op de maan. We kunnen dat gebruiken voor maanatlassen te maken. We kunnen fotografie gebruiken om de sterren te tellen. We kunnen eindelijk met de fotografie gaan kijken van hoe zit de zon in elkaar. Als fotografie in verkeerde handen valt, kan het misbruikt worden en kan het volk gaan manipuleren. Dat is een ander stuk dat we uitgehaald hebben voor de volgende tentoonstelling. Man op de maan heeft wetenschappelijk bijna geen enkele bijdrage geleverd. Het was puur propaganda. Op het einde zie je daar 6 foto's vanuit Afrika van Germaine de Krul. Je zou denken, etnologische fotografie. Die foto's werden gemaakt in opdracht van de Résistance. Van het Franse verzet. Dus terug het misleidende, het is ook terug propagandafotografie. Fotografie gaat het beeld dat wij krijgen op de realiteit volledig vervormen en aanpassen. En dan gaan we met surrealisme. Maar al die elementen die ik nu verteld heb vanuit de fotografie, komen samen in deze werken van Bruno Vermeers. Die gaat dus meer dan 100 jaar fotogeschiedenis gaan samenbrengen in één foto. Wat doet Bruno? Bruno maakt foto's met zijn iPhone. Dus heel actuele fotografie, de snapshot, het heel tijdelijke van de fotografie. En die foto's gaat hij gaan omzetten in bromoil. Dat is een edel procedé dat het doel geeft om eeuwig mee te gaan. Dus daar krijg je het contrast tussen het snapshot van het tijdelijke naar een heel duurzaam edel procedé. Is voor mij een van de weinige fotografen die erin slaagt om met die oude technieken een nieuwe beeldtaal te maken. Iets totaal nieuws te gaan creëren binnen de fotografie. Zijn beeldtaal wijkt af van het klassieke pictorialisme, waarin dat de techniek gebaat is, wijkt ook af van overstijgde gewone snapshot. En de beelden zijn niet meer kitsch of zijn niet meer kopies, het wordt een eigen beeldtaal.